Twintigers van nu beginnen later aan huisje, boompje, beestje dan vroeger. En dat is niet helemaal hun eigen keuze. Een van de belangrijkste redenen van het uitstelgedrag is bijvoorbeeld de flexibele arbeidsmarkt. In 2017 had de helft van de 27-jarigen al een vast contract. In 2008 was dat al op 24-jarige leeftijd het geval. Zonder vast contract heb je minder financiële zekerheid en leent de bank je minder snel geld voor een huis. En dus worden ook andere grote stappen naar achteren geschoven, zoals een koopwoning. Van twintigers die niet meer thuis wonen, bezat in 2017 de helft van de 28-jarigen een koopwoning. In 2008 was dat op 26-jarige leeftijd al het geval. Dat heeft ook te maken met de strengere hypotheekregels en de krappe arbeidsmarkt. Huizenmarkt excuus. Maar er zijn meer redenen voor het uitstelgedrag. Zo volgen meer twintigers een HBO of WO opleiding. En dus zijn ze langer aan het studeren. En ze wonen ook nog eens langer thuis. En daardoor komt de rest ook later. Samenwonen wordt ook verschoven mede door de moeilijke arbeidsmarkt. Het kantelpunt dat meer dan de helft van de twintigers samenwoonde lag in 2018 op 28 jaar in 2008 op 27 jaar. En kinderen krijgen komt ook later. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen was in 2018 29,9 jaar. In 2008 was dat 29,4. Laatbloeiers zijn het dus die twintigers. Maar is dat erg? Ja, een beetje wel. Minder financiële zekerheid, angstig door een flexibele arbeidsmarkt of een hogere studieschuld, is natuurlijk niet positief. Hoe meer onzekerheid, hoe minder snel je vooruit kan in het leven. Onderzoek toont ook aan dat je last kan krijgen van psychische en gezondheidsklachten. Voor twintigers zelf is dat dus wel degelijk erg. Al geldt het natuurlijk lang niet voor alle twintigers en kan het met de jaren verbeteren. Is het ook erg voor de economie? Die vraag is lastiger te beantwoorden. Ons geboortecijfer is aan de lage kant en dat is problematisch gezien de vergrijzing. En volgens het CBS heeft uitstel van kinderen krijgen ook een negatief effect op dat geboortecijfer. Maar is uitstel van kinderen krijgen ook afstel? Het CBS heeft eerder wel zoiets geïmpliceerd: dat vrouwen door een flexcontract kinderen, kunnen, kinderen krijgen kunnen uitstellen, hun relatie stuk kan gaan en de kans op het krijgen van een kind dan afneemt. Het kan, maar dit is nog niet echt hard gemaakt. Een twintiger is ook een consument, en wel een met minder geld in de portemonnee. Twintigers in 2005 verdienden nog 1800 euro minder dan een werkende dertiger. In 2014 was dat verschil opgelopen tot 3500 euro. Kan zijn dat dat inmiddels is verbeterd, maar recentere cijfers zijn er niet. Dat wil ook niet zeggen dat twintigers per definitie de hand op de knip houden. Volgens het CBS geven twintigers gemiddeld 0,8 procent meer uit aan de horeca dan dertigers. Om maar een voorbeeld te noemen. Maar bij grote uitgaven wordt het al lastiger. Twintigers willen bijvoorbeeld best een auto, maar vinden het te duur. Waar de autodealer, de verzekeraar, de benzinepomp of het elektrisch oplaadbedrijf dan ook weer last van hebben. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper, het aantal vaste contracten neemt toe. Een war for talent is aanstaande en dat zou de boel wat kunnen bijtrekken. Hoe dan ook, de economische belasting van de jeugd is voor een deel een belasting voor ons allemaal. Een les voor de toekomst.